Hey, hallo en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Hierop is Ultrex, de enige echte. Jullie horen een hoop lawaai op de achtergrond, maar ik ben weer aan het koken geslagen. Ja, ja, koken met Marco. Vandaag hebben wij in de aanbieding lekkere... Lekkere spersieboontjes. Ik kon even niet op de naam komen. Lekkere spersieboontjes, worstjes en lekkere aardappeltjes. Heerlijk, lekker koken. Dus ja, we maken er weer wat moois van. Ik ben weer lekker aan het kokerellen. De worstjes staan op een heel laag pitje. Want dat duurt... als je dat snel doet, dan moet je... Ik kan je dat haast niet bijbenen, die dingen die gaan zo snel. En nou staat hij eigenlijk iets te rustig staat hij eigenlijk. Dus ik ga hem iets hoger zetten. Ietsje, zo. Want anders dan wordt het wel helemaal een drama. Maar je moet goed bijblijven. Want ze verbranden ook heel erg snel. Dus je moet goed draaien. En dat is eigenlijk... hetgene wat je met de worst moet doen en je moet erbij blijven, want het gaat echt, op een gegeven moment gaat het ontzettend hard, gaat het. Ja, en dan ben je zomaar ineens, ben je door je worstjes heen. En dan brandt het heel erg snel aan. Dus ik denk ik zal maar weer eens even een keer een vlog weer opnemen, lijkt me wel leuk. Ik heb die andere vlog ook nog staan, die ga ik denk ik telkens even uploaden vanavond. En dat was van het knippen, dat was niet echt een grote vlog. Ik had ook niet zoveel te melden. Maar het koken is altijd wel leuk om dat even te filmen. En om daar een leuke vlog van te maken. Nou, alles gaat goed zo. Ik vind toch dat die bosjes een beetje erg langzaam gaan. De spersieboontjes, die zijn ook lekker aan het pruttelen. Dus het gaat allemaal de goede kant op. Nou, ik ga vanavond GTA spelen. Ramon is er niet. Ik weet niet of er de anderen komen, maar dat gaan we zelf wel zien. Ik heb momenteel even één iemand minder in de livestream. Dat heeft alles te maken met afgelopen zondag. Ik wou daar niet te veel over vertellen. Jullie weten allemaal wat er gebeurd is. Degene die het zondag gezien hebben. En anders kan je het nog nakijken. Maar het is niet de bedoeling dat als ik een livestream doe, ik nodig mensen uit in de livestream. En dan is het niet de bedoeling dat ze het hele kanaal overnemen. Nou heb ik al geprobeerd om het weer goed te maken, maar dan word ik genegeerd, erg kinderachtig. Maar ja. Met het woord kinderachtig heb ik al meerdere keren mee te maken gehad dat er ook kinderachtig gereageerd wordt. En hey, het is geen verplichting om in mijn livestream te komen, om mee te doen met mij. Als je dit niet aanstaat, dan zoek je het weer uit. Ik heb geprobeerd om het weer goed te maken, maar ik heb niks meer gehoord. Ik had van de week nog, gisteren had ik nog een appje gestuurd. Er is niet op gereageerd, dus dan houdt het bij mij bij deze op. Ik heb er in ieder geval alles aan gedaan. En als mensen maar party overnemen, ja, daar ben ik gewoon niet blij mee. Want mensen die erbij komen, die ken ik nog ineens gedacht. Ik ken nog ineens mijn kijkers, kan ik die in de comments of in de chat een bericht achterlaten. Kon ik niet meer op reageren. En het moet allemaal een beetje geleidelijk gaan en een beetje goed. En ja, als ik een party aanmaak en je hebt geen zin om met mij te kletsen, maar om met een ander te kletsen, ja. Neem dan een eigen party. Ga dan een eigen party, maak dan een eigen party aan en ga daar lekker kletsen. Dan ben je niemand tot last, maar dat was nogal moeilijk. Dus helaas jammer, maar zulke dingen gaan ze helaas. Helaas is tegenwoordig de mensheid alleen maar op zijn eigen belust. Als ik het maar heb en als ik het maar krijg. Ja. Het is heel erg jammer, want het is heel erg leuk om in een grote groep met z'n allen, met een mannetje of 6, 7 GTA te spelen.
Maar ja, als ze het op deze manier willen, dan kunnen ze het krijgen, naar mij betreft. Ik ben er helemaal klaar mee. Dus dat even terzijde informatie. Nou, ik hoop dat het van het weekend wat minder koud is. Dan wil ik eigenlijk nog een buitenvlog in op gaan nemen. Het is de laatste tijd door het slechte weer een beetje moeilijk om een buitenvlog op te nemen. Het is enorm koud en meer zin om naar buiten te gaan. En dat is helemaal zo. Er is helaas niks aan te doen, maar weer momenteel. Maar binnenkort zo zal het wel weer. We gaan nog wel weer langzaam, gaan we weg van de winter. Dan krijgen we dadelijk de herfst en het voorjaar. Dan kunnen we toch wel weer leuke buitenvlogs opnemen. Ik ben in ieder geval wel een plan. Ik ben er ook steeds van plan om een Efteling abonnement te gaan halen. Dat ga ik binnenkort even regelen. En mijn gezondheid gaat momenteel even niet zo goed. Ik heb wat problemen. Ik had gisteren al wat problemen. En er is nou weer een oud probleem bijgekomen. Dat is dat ik last heb van mijn wat is het? De borststad. Daar heb ik last van. Dat is denk ik gekomen door te veel hoesten. En daar heb ik pijn aan, heel erg pijn. En nu is het weer even gelukkig even wat minder. Ik moet gewoon ook een beetje lopen. En als ik hoest, moet ik gewoon. Ik hoest gewoon, denk ik, te hard of zo. Ik pest te hard met hoesten. Dan krijg je dat. Dus momenteel is het qua gezondheid even niet zo best. Jammer genoeg, helaas. Maar dat gaat ook wel weer over. En het andere probleem ga ik jullie lekker niet vertellen. Dat is toch wel een vervelend iets. Dus ga ik jullie niet mee lastigvallen. Nou. De braadworstjes die beginnen inmiddels al een beetje bruin te worden. En het gaat al de goede kant op. En de aardappeltjes beginnen ook al aardig lekker bruin te worden. Ik ga even kijken of ze kan opdraaien een beetje. Dat ze een lekker bruin kleurtje krijgen. Kijk, ze worden al lekker bruin worden zal. Marco bak ze bruin vandaag. Ik moet alleen even hier voor omdraaien nog. Juist. Zo. En zo ben ik weer lekker toch weer aan het vloggen, jongens. Ik heb jullie gemist qua vloggen. Ja, ik heb de hele tijd natuurlijk maar heel weinig gevlogd. Ik moet echt weer meer gaan vloggen. Dat is echt wel leuk. En einde van het jaar heb ik het jaaroverzicht gedaan. Nou, als ik niet veel vlog, dan wordt het een klein jaaroverzicht. Nou, maar dat gaat allemaal wel goed komen. We hebben nog een heleboel leuke dingen binnen. Binnenkort natuurlijk Slagharen, attractiepark Slagharen, daar ga ik binnenkort heen. Waarschijnlijk misschien met Michael. Michael die zei in ieder geval dat hij tijd ervoor had. Dus ik hoop het. Ik hoop dat het doorgaat. Het ligt aan Michael. En dan kunnen we misschien mieten. Ik heb Michael nou al zo vaak gezien, zo vaak gesproken. Maar ik heb hem nog nooit echt gezien. Dus het lijkt me echt een keer leuk dat Michael er ook een keer bij is. En misschien ga ik misschien nog wel even een keertje vragen dadelijk. Even een berichtje sturen. Even naar Nick Mans. Misschien heeft hij ook wel zin om mee te gaan. Ook wel ontzettend leuk. Abonneer ook even op zijn kanaal. Schaamteloze Nick promotie. Nick Mans. Koffergozer. Dus ik heb in ieder geval heel veel zin in om volgende maand naar Slagharen te gaan. En ik ga natuurlijk in Slagharen vloggen. Ik heb vorig jaar ben ik ook naar Slagharen geweest. Toen heb ik niet echt heb ook gefilmd en heb toen driedeelse reportage van gemaakt, maar ik wil nu ook echt vloggen en ook een soort indruk geven van het park en wat vertellen wat geschiedenis van Slagharen. Zoals ik dat altijd beleefde vroeger als kind, kom ik daar zo. Dus ik kan wel wat informatie geven over het park. Ja, het is allemaal vernieuwd. Dus ik ben reuze benieuwd. Ze hebben een nieuwe ingang.
Inmiddels zijn er huisjes afgebroken achter het reuzenrad. Dus de nieuwe Goldrust die staat er, die had ik vorig jaar ook gefilmd. Dat ga ik nu ook weer natuurlijk mee doen. En ik ga het wel zien wat de nieuwe aanpassingen zijn. De nieuwe aanpassingen zijn op de huisjes achter het reuzenrad, die zijn weg. De oude kabelbaan ingang die is weg. En wat is er nog meer allemaal? En de nieuwe ingang en de huisjes zijn weg. Dat is eigenlijk het enige. Omdat dat nou echt een. Een verbetering. Oh, daar gaat een aardappeltje. Omdat het nou echt een verbetering is. Ja, ik vraag dat me af. Ik vraag me dat echt af, omdat, misschien komt het ook wel omdat ik een beetje te veel, dat ik gewoon een beetje te veel naar het verleden kijk, naar mijn jeugd, een beetje te veel jeugdherinneringen eraan heb ofzo. Want, ik kom er ook nog een keer in Spaan, vertelde ik al. En er is natuurlijk de laatste tijd is er heel veel veranderd in Slagharen. Dus, ik hou meer een beetje van het oude Slagharen nog. Maar ja, niet alles kan blijven zoals het was natuurlijk. Je hebt natuurlijk een hoop dingen die aan vervanging toe zijn. Nou, de oude huisjes achter het reuzenrad, dat ging echt niet meer. Dat was echt een puinhoop was dat. Dus dat ging echt niet meer. Dat moet echt verruimd worden. En het voordeel is wel. Wat gaat aan het rotzooi bij mijn Roshi. Nou, klopt de ei om. Nee. Nou, gaat hij weer terug. Van de ettenbak, joh. Zo, doe maar zo. Zo, ga jij maar even lekker op toe leggen. Het voordeel is dat als de huisjes leeg zijn, er weer een heel stuk grond bij komt. En daar willen ze dus nieuwe attracties neer gaan zitten. En dat vind ik dan wel weer leuk. Dat is dan wel weer grappig. Maar ja, ik mis toch een beetje de Thunderloop. Mis ik toch wel een beetje. Ik vind die Gerslauerbaan, het ziet er wel leuk uit. Maar ik vond de Loop in de start indrukwekkend eruit zien. Dus, ik ben misschien een beetje te romantisch daarvoor. Een beetje te geromantiseerd denk ik erover misschien wel. Dus, we gaan het wel zien volgende maand hoe het daar in Slagharen is. Nou, ik ben bijna klaar. Ik had de bosjes ga ik even wat zachter zetten. Zo. Nou, dat zal ik even nog laten zien. Kijk, de bosjes zijn in ieder geval lekker bruin aan het worden. En dit zijn de aardappeltjes. Ziet er ook wel heerlijk uit. En de lekkere spersieboontjes erbij. Dus dat wordt smikkelen, dat wordt smullen, dat wordt heerlijk, dat wordt heerlijk. Nou, ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Dit was even een vlogje. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, deze vlog. Zet even in de comments als ik dat vaker moet doen, als ik aan het koken ben. Dan ga ik wat meer kookvideo's ook maken. Ik zou zeggen in ieder geval dankjewel voor het kijken. Bedankt. En vonden jullie deze video leuk? Beloon dat even met een blauw duimpje natuurlijk. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrex voor hele leuke video's. En leuke livestreams van GTA 5. En ik wil ook binnenkort toch wel weer gaan Minecraften en Planet Coaster doen. En ik zou zeggen jongens, allemaal de groetjes van deze kant. Heb ik alles gezegd. Blauw duimpje de lucht in, abonneren, druk op het belletje. Dan word je op de hoogte gehouden. Dat moest ik nog zeggen. In ieder geval iedereen bedankt voor het kijken. Ik zou zeggen de groetjes van deze kant. En jullie weten het allemaal. Skabadi, skabadoe, skabadabadoe. Paf.